Ja. Hallo. Welkom op ons dansconcours van de Tolhekkers. Van de Tolhekkers. Nou, we gaan weer even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Het is al lekker druk. Ja, het loopt mooi door. Ja. Weet je ook hoeveel mensen er ongeveer komen? Nou, dat is natuurlijk niet bekend, maar ik denk wel 200. Carnaval, het begin van carnaval. Hè? Wanneer is officieel carnaval eigenlijk? Het eerste weekend van februari is het dit jaar. Ja. We hebben hier vanmiddag een dansmariekenwedstrijd, het Tolhekken Dansgardentoernooi. En het is voor het derde jaar dat we het organiseren. En je moet het eigenlijk zien als een vriendschappelijke wedstrijd. Het is geen officiële wedstrijd. Wij hebben dit eigenlijk gewoon 3 jaar geleden opgepakt om dit te organiseren. En het slaat wonder boven wonder heel goed aan. Het is al behoorlijk druk, hè, horen we hier wel. Ja, klopt inderdaad. We hebben dit jaar 6 verenigingen die meedoen. En in totaal 19 dansen die vanmiddag uitgevoerd gaan worden. Maar eigenlijk zou het leuk zijn als jullie winnen. Ja, maar goed, daar doen we het niet voor. We doen het echt voor de lol en voor het plezier in het dansen wat we hebben. En natuurlijk, een eerste prijs is meegenomen. Maar ik ben ook blij met een derde prijs of met een vierde prijs. En Dorothy, wat is precies een dansgarde? Een dansgarde, dat is een groep meiden hoofdzakelijk. Af en toe wil er ook wel eens een jongen bij tussen staan. En het wordt heel vaak wordt het door de war gehaald met majorettes. Maar het is echt totaal wat anders. Ik zeg altijd, ja, een dansgarde kun je eigenlijk vergelijken als je de vroegere westernfilms nog kent. En je hebt dan die kan-kan danseressen. Daar is het eigenlijk mee te vergelijken. Wethouder Lydia Groot, bij deze willen wij u graag onderscheiden van de carnavalsvereniging de Tolhekkers, voordat wij het zeer waarderen dat u vandaag aanwezig bent bij ons Tolhekkers toernooi hier in Hattemerbroek op de Bouwakker. Nou, ik vind het een enorme eer, echt waar. Ik krijg er helemaal een beetje kippenvel van. En ik voel me zeer vereerd en hartstikke leuk en nou, ontzettend graag gedaan. En ik ben ook gewoon heel trots op jullie, dat jullie dit zo nu ook al voor de derde keer organiseren, maar ook natuurlijk al heel lang zo'n geweldige vereniging zijn. Dus ik ben hartstikke blij mee, leuk hoor. Ja. Ik kom hier op te filmen. Ik zie hier een prins en een prinses. Wat heel bijzonder is, hoor ik net. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ik ben prins Jeroen de Eerste. En dit is prinses Diana de Eerste van de carnavalsvereniging de Tolhekkers. We hebben gebruikelijk is dat er elk jaar een prins of prinses gekozen wordt. En voor dit jaar is het eerst dat er een prinsenpaar binnen de vereniging is. We hebben ook nog 2 adjudanten, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Ja. Thomas en Jelina, dat zijn onze rechterhand tijdens de carnaval. Die doen alles waar wij dan geen tijd voor hebben. En zoals een echte prinses, laat je natuurlijk heel veel doen. Ja, en dan komen ze gewoon. Hè? En doen jullie dat goed? Ik denk het wel. Ze hebben nog geen klachten gehad, dus ik denk dat we het goed doen. Ik heb hier wat geleerd. Mannen met een mooie muts op, met veren, dat zijn prinsen. Nou, jullie hebben veren, dus hoe heeten deze prinsen? Prins Gerrit, Patrick. Prins Patrick. En ik ben gewoon adjudant van de prins. Ik ben adjudant Gerrit. Adjudant, dus dat is nog weer iets. En wat komen jullie vandaag hier precies doen? Wij komen op een gegeven moment met onze dansgarde. Er zijn een dame of 6, 7. Die dansen met, die proberen hier de prijzen weg te halen. Ik weet niet of het lukt hoor.
Jullie zien er ook allemaal heel mooi uit. Ik neem aan ook dans. Mag ik dansen, Marieke, zeggen? Ja, zo heet het wel bij ons. Jullie zijn dus dansen, Marieke. En waar komen jullie vandaan? Noordwijk-Oost. Ja, en wat komen jullie verder precies doen? We gaan vandaag twee dansen doen. Ja. De gardedans en de showdans. En al vaker gedaan? Ja. Ja, vinden jullie het ook spannend? Nee, valt mee. Jij ook niet? Nee, het valt wel mee. Ik sta hier naast Mike van Pijkeren. En Mike, je bent een hele stoere jongen, maar je hebt een hele mooie stoere kuif, stoere oorbellen. En maar wat ik heel stoer van jou vind, dat jij de enige jongen bent tussen al die meisjes in. Ja. Ja, en hoe ben je zo ver gekomen dat je dacht van, ik wil dit ook gaan doen? Het leek me gewoon leuk om nog gewoon een sport te hebben. Het leek me wel leuk. Ja, voetbal vond je niks, dit vond je leuker. En wat zijn al die meisjes dat jij als jongen kwam? Want iedereen vindt jou natuurlijk hartstikke leuk en stoer. Ja. Toen zeiden ze eerst, je bent schattig. Je bent schattig. Nou, ik vind, ja, je bent ook wel schattig, maar ik vind je meer stoer. Ja. Hoeveel jaar ben jij? Al 7. Al 7. Ja, dan ben je niet alleen meer schattig. Dan ben ik wel een grote stoere jongen. En wil je dit door blijven doen ook als je groter bent? Ja, misschien. Misschien. Dat zien we dan wel. Je wilt nu alleen maar dansen. En hoe ging het dansen net? Goed. Ja?